Onderweg naar de roestplaats bewater en bemest ik 1 vierkante kilometer rood-bruine aarde. Het is een altruïstische investering. Ik maak het mogelijk voor een ander om wortel te schieten, uit te dijen, het ecosysteem te verstoren. Dan was ik mijn handen lang en grondig. Ik trek de afdrukken van mijn vingers. Voorzichtig. Ik ben voorzichtig. Ik knip mijn haar omdat ik een slachtoffer ben. Ik verf mijn haar omdat ik een schurk ben. Ik kweek een snor voor bij mijn valse papieren. Ik ben rustig. Ik ben rustig. De Boeing vlieg ik door de turbulentie en retrospectief naar de man die mij terloops en onbedoeld verwekte. Ik neem een gijzelaar, introduceer hem bij aankomst, zeg: deze man doet me aan jou denken, ik wil hem niet, we moeten praten. Het is tragisch dat ik hem zal dragen. En ik zal hem dragen als een berenvel. Ik zal hem dragen als een mantel, zijn huid ruikt naar woestijn, hitte, fenugreek en open wonden. Mijn moeder breng ik terug naar het barre land omdat ik van haar houd. Vanwege mijn moeder geef ik iedereen die op mij lijkt terug aan de aarde. Ik werp mijn mantel af omdat ik van mijn moeder houd. Omdat ik van mijn moeder houd, bezweer ik de herhaling vanuit mijn afgeklemde eierstokken. Mijn afgeklemde eierstokken zijn schoon. Mijn afgeklemde eierstokken zijn schitterend. Mijn afgeklemde eierstokken zijn vervaardigd van reactieve metalen. Dan rust ik. Hier roest ik. Hier stopt het. VPRO Poëzie draait helemaal om Nederlandse en internationale poëzie. Je vindt niet alleen interviews en portretten van dichters, maar iedere week lichten we ook een ander gedicht uit. Maak kennis met dichters en de mooiste poëzie en vergeet je niet te abonneren om geen enkele video te missen.